Hallo daar beste kijkers, daar ben ik weer Mr. Speedy en vandaag gaan we weer verder met de Don't Starve Let's Play. We zitten nu al op dag of nacht 19, we gaan al naar 20. We zijn heel dicht bij de winter en we moeten echt zwaar. We zijn eigenlijk al erg bezig met de voorbereiding van de winter. Laatste episode hebben we ontdekt hoe we heel spooky eten kunnen farmen met een rare plant en shit. Dus als je dat niet hebt gezien, kijk dat vooral. En als het zometeen dag is, gaan we iets leuks doen. Fuck. Oké, dat was niet mijn fucking bedoeling. Ik heb nu ook niet kunnen zien wat het erbij gaf. Dat was dom. Godverdomme. Nou, tot zover ik die val. Ja. Maar ik heb nog gewoon een idee. Zo. Oké, het is dag, dus ja, het is wel kouder aan het worden. En gelukkig hebben we hier een hele hoop bomen, dus in principe zitten we goed. Ik wil even kijken naar dat ding. Oké, dus we gaan dat ding gewoon in de gaten houden. En zodra we een nieuwe hebben, dan hebben we gewoon weer random free meat. Ja, het was niet mijn bedoeling om het op te eten, maar zo falend ben ik wel. Wat ik nu eigenlijk wil gaan doen, is... Waar zitten die mensen? Oké, daar zitten die mensen. Wat ik namelijk weet, is dat die varkentjes, die zijn heel erg raar. En ja, wat ik eigenlijk wil doen is het vlees voeren aan zo'n varken. Want als je iets voert aan een varken, dan gaat hij dat eten. En als hij dat lekker vindt, dan wordt hij je beste vriend. En dan gaat hij je volgen. En dan gaat hij bomen voor je vermoorden. En shit. En als hij het niet lekker vindt, dan gaat hij het opeten. En is hij fucking gierig, heeft hij het opgegeten. En dan rent hij gewoon weg. Als een klootzak, zonder dankjewel te zeggen. Maar we hebben hier die jerkies. En ik weet dat die monster jerkies volgens mij nog wel levens afhalen. Dus ik wil eigenlijk ze niet zelf opeten. En ik wil jou dit geven. Yes! Kijk eens aan. Dus nu hebben we een vriend. Ik zal je ook meteen iets funnies laten zien. Kijk eens aan. Ik hak bomen. En deze goede vriend van me, die hakt gewoon gezellig mee. Dus ja, dat is echt ontzettend handig voor een wintervoorbereiding, hè. Deze gast die molt gewoon die bomen. Dus we hebben nu een vriend. Hij heet Oinky. Geweldige naam. Kapt gewoon gezellige bomen met ons mee. Awesome. Dankjewel, Onky. Kill maar lekker die bomen. Doe je ding. Yeah, dus dit is gewoon free wood, mensen. Hij helpt ook in het vechten. Dus dat is echt geweldig. Hij volgt je. Moet gewoon maar niet van hem wegrennen. En dan komt het goed. Nice, dat hout. Echt in no time. Nee, hij zegt de hele tijd, you friend, I love friend. Heel aardig, Oinky. YouTube had ook van jou. Hoop ik voor hem. Nice, oké. Okay. Dus we hebben aardig wat hout. Wat we nog maar wat. Hey Oinky, sloop de boom maar. Kijk zo. Nice. Witte voorbereidingen. Gaan lekker. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, wat ook wel handig zal zijn voor de winter, is om misschien wat healing salves te maken. En... Oh nee. Kijk uit. Oh mijn god. Onze vriend wordt geraped. Ren. Oh. Tot zover onze vriend. Maakt niet uit. We hebben nog een jerky, dus we kunnen nog een vriend maken.
Yeah. Plant weer even vol. Als ik me niet vergis, dan respawnt Oinky straks weer gewoon in zijn huisje. Dus is dat gewoon prima. Ja, oké. Nu gaan ze allemaal een huisje in. Dus nu heeft het niet echt zin om nog te proberen iemand te verleiden met een monster jerky. Wauw, dat hij dat nog lekker vindt ook. Maar dankjewel Oinky. We hebben bijna 40 goud ermee verdiend. Aardig mooi. Ik denk dat we zo wel klaar zijn voor de winter. Aardig wat stuff en yeah. Hungry, hungry. Ik weet dat je honger hebt. Gewoon even wachten. Oké. Dus ik zie dat fucking gras wil maar niet groeien. Vind ik een beetje kut. Ik weet ook niet waarom, maar whatever. Die twigs die blijven maar groeien. Oké, dus hout. Zo. Oké. Laten we deze shit even harvesten. Het eten. Nice. Maar die twigs. Ik weet het. Ik weet het. I know that shit. Hoeveel heb je nodig voor een kist? Kist. 3. Dus 12 hout. Ah, is een beetje veel. Is een beetje veel. Moeten natuurlijk hout sparen, want de winter komt. Maar ik heb zoveel twigs. Ik neem het bij me slurren. Zoveel andere dingen die ik eigenlijk niet voor nodig heb. Wacht, laat me dit even ordenen. Ten eerste. Plantom. Zo. Ik zie wel groen, maar wil hier niet geplant worden. Dat is een beetje... Zo. Extra van net. Kan dit erin? Oeh, dat kan. Let's see wat we nu krijgen. Oh, heb ik nou nog een tand? Of... Nou, oké, ik had maar één tand. Oké. Ordenings. Meatballs, nice. Dus monster meat kun je gewoon eten als je het eerst op een ding hangt. Een rack. Oh, dat zal je. Yeah, oké. We hebben nog een trap. Ik weet niet waarom we dat hebben. Oké, alle tools hier. Zo, een beetje orde. Zoek een tool. Soort van geordend. Oeh, dat is weer zo'n schikere plant. Tja, wat kunnen we nu eens gaan doen? Even denken, we hebben nu... natuurlijk is er nog heel veel te doen, maar wat is het beste om te doen? Ja, we gaan even eermus maken. Winter is natuurlijk wel koud. En we willen het zo wel kunnen overleven. Oké, dus we hebben ook meteen oorwarmtjes. Voor als het gaat sneeuwen en zo. Nou, alles wordt al een stuk hard. Oké, dus we hebben de heatstone. We hebben het eten. We hebben earmuffs. We hebben aardig wat... kijk eens, daar komen al die... sneeuwvogels. We hebben aardig wat hout, we hebben aardig wat eten. Oh ja, het is natuurlijk winter, hè. En in de winter groeit er niks. Alles is dood. Ja, en daarom is het dus handig om een voedselvoorraad te hebben. Oh, music change. Wat wil dat zeggen?
Dat wil zeggen winter, jongens. Nou, alles heeft in ieder geval om een wat wittere, blauwe tint. Al wat winterachtiger. Sneeuw nog niet. Dat moet nog wel komen. Maar dat gaat ook nog wel gebeuren. Oké, ik maak nog een kist. Voor wat stuff die we hier hebben. Padam. Ik bedoel, dit hoeven we niet bij ons te dragen. Deze hoeven we ook niet bij ons te dragen. Die hoeven we ook helemaal niet bij ons te dragen. Ash ook niet. Oh. Even kijken, zeg. Deze extra. Nou, ik zou zeggen deze hele stack hoeft eigenlijk ook niet. Zo. Laten we dit maar even opeten. Dit allemaal verzamelen. Durian. Kijk eens, en de rabbits zijn al... het is winter, jongens. Bijna winter. Oké. Okay. Check, al mijn rabbits zijn ook al veranderd. Oké. Okay. Coke. We hebben nog wat jerkies. En dit gaat waarschijnlijk niet meer groeien. Maar ik plant het maar. Voor de YOLO. Omdat dat kan. Even nadenken. Wat moeten we nog meer doen voor... echt 100% klaar zijn voor de fucking winter. Maar ik denk eigenlijk dat we er wel klaar voor zijn. En dat de winter gewoon maar fucking moet komen. Wat ga je daarvan, winter? Ik bedoel, we hebben eten. We hebben hout. Firestone. Firestone shit. Van alles. Allemaal random. Daar is nog een rabbit, zou ik ook maar pakken. En deze trap zet ik dan ook weer hier. Beetje deprimerende muziek. Maar die ga ik niet. Zo. Ik wil natuurlijk wel dat hij teruggroeit. Want het is gewoon gratis voedsel. Uit de grond. En als je dit in een crockpot stopt, kun je er gewoon normaal eten uit krijgen. Dus. It's getting late. Nu al. Oh ja, dag wordt korter, hè. Nou jongens, ik denk dat het zo ook alweer welletjes is voor deze aflevering. En dat we het hier maar moeten beëindigen. Zoals je ziet, we hebben onze goede vriend gehad, Oinky. Heeft het helaas niet gehaald. Maar het komt helemaal goed. Hij respawnt en dan gaan we hem weer een keer opzoeken nadat we de winter hebben overleefd. Dus doe ik maar even mooi mijn oorwarmertje op. En ja, subscribe voor mijn kanaal voor meer video's. Like deze video als je Don't Starve leuk vindt. Als je de video leuk vindt, als je meer Don't Starve wil zien. Ik vind het echt heel tof als jullie dat doen. En het laat me ook zien dat het gewaardeerd wordt, Don't Starve. En dat moet ook wel, want het is echt gewoon een geweldig spel. En, ja. Ja, ik ben gewoon sprakeloos. Wat kan ik zeggen? Laters.